Hello，喂，你好。Inmiddels is de gouden parel van ondernamen een begrip in de regio. Maar wie staat er dit jaar in de top 3 en is daarmee genomineerd voor de 13e achtereenvolgende gouden parel? Ondernamen Woerden leent de onderzoeksjas van de Keuringsdienst van Waarde en gaat zo op zoek naar de gouden parel van Woerden. Je spreekt met Jorin Jamaat van de Keuringsdienst van Parels, oftewel Ondernamen Woerden. Ja, dat is zeker een goeie. Dat is echt een, ja, is echt een ras ondernemer. Ja, en al jaren steady. Ja. Ja, die is maatschappelijk weer een stuk actiever. Ja, uiteindelijk moet je toch het grote geheel zien. Ja. Maar wie vind jij dat, als je het even totale plaatje schetst, hè, wie vind jij dan dat echt die gouden parel 2015-16 verdient? En wie hem echt even met kerst op de schoorsteen heeft staan? Ja. Ja, dat kaasdistributiecentrum, hè? Ja, dat is niet niks, nee. Ja. Ja, dit komt echt wel perfect overeen met de nominatie die wij binnen hebben gekregen van onze leden via de e-mail. Dus ja, uiteraard, ik bel een aantal gerenommeerde ondernemers om dit rondje te doen, wat ik nu eigenlijk ook met jou doe. Ik heb hier echt wat aan en wij gaan hier onze conclusies uittrekken en tot een representatieve top 3 komen. Ja. Nee, bedankt. Ik spreek je gauw. Tot 15 september. Hoi. Uitgever Jorn Janmaat deed zijn research en gaat op pad om de genomineerden te overvallen. De eerste genomineerde is een man die altijd op de achtergrond actief is. Frank van der Heijden van VDH Vastgoed wordt al jaren genoemd als parel binnen de vastgoedwereld. Op dit moment is hij vooral bekend van zijn creatieve bijdrage aan het Intechnium gebouw in Woerden. Goedemorgen. Jorin Janmaat, de Keuringsdienst van Parels, onder name Woerden. Ik ben op zoek naar Frank van der Heijden. Oké, komt u verder. Na vele nominaties is het tijd dat Frank een keer vol in de spotlights komt te staan. Goedemorgen, Frank. Je bent genomineerd voor de Gouden Parel 2015-2016. Wat een gekke huisje. De Keuringsdienst van Parels op bezoek, Frank. Dat ben je verrast? Ik ben heel erg verrast, ja. Je ziet er wel heel mooi uit. Ja, leuk hè? Eentje. Je bent een man van de achtergrond. Vandaag sta je op de voorgrond. Je bent erg actief in het Woerdense op zakelijk vlak, maar ook zeker op maatschappelijk vlak. Vandaag sta je op de voorgrond. Wat vind je daar nu van? Ja, Jorin, daar ben ik natuurlijk niet zo heel erg blij mee. Je kent me. Ik ben liever inderdaad op die achtergrond. De dingen die ik allemaal doe, zowel maatschappelijk als zakelijk, probeer ik toch echt te doen voor mensen die, zoals vrijwilligers die hard bezig zijn, maar ook voor mensen die ondernemen. En die probeer ik een beetje te ondersteunen. En dan vind ik het mooi als ik hun naar voren kan schuiven. En dan geniet ik heel veel op de achtergrond. 15 september staat in je agenda. Dat heeft Annabeth geblokt. Ik heb nog een mooi presentje voor jou. Zet hem op je bureau. En tot 15 september. Super, dankjewel. Van een geschrokken Frank van der Heijden naar twee genomineerde Parel dames. Goedemiddag, Keuringsdienst van Parels. Ik ben op zoek naar Tamara Ottens. Brigitte Colaris en Tamara Ottens namen in crisistijd Westdam notarissen over. Al na 4 jaar blinkt het duo uit als een pareltje in de regio. Als dat geen nominatie waard is. Goedemorgen, Tamara. Hey. Gefeliciteerd. Jij en Brigitte zijn genomineerd voor de Gouden Parel 2015-2016. Nou, dat kwamen we jou vertellen. Nou, dat is hartstikke leuk. Dankjewel. Komt zomaar de Keuringsdienst van Parels op bezoek. Ja, was precies. Dat niet schrikken? Dat was even schrikken, inderdaad. En vandaag ook nog alleen op het fort, want Brigitte is op vakantie. Ja, precies. Brigitte is op vakantie op dit moment. Dus maar hartstikke leuk. We hebben nog een leuk presentje voor jou en Brigitte. Die kunnen jullie op jullie spreekkamer hangen. Ik neem overigens aan dat je natuurlijk wel even de felicitaties over gaat brengen naar Brigitte. Die is op vakantie. Ja, dat zal ik zeker doen. Nou, bij deze, alsjeblieft. Dankjewel. Helemaal in de stijl van de Keuringsdienst van Parels. Ja, maar, hartstikke leuk. Voordat ik er vandoor ga, wil ik graag nog een kort vraagje aan je stellen. Hoe belangrijk is voor jullie het vrouwelijk ondernemerschap in Woerden? Voor ons is vooral van belang dat we een mooi kantoor hebben neergezet. Wat we hebben overgenomen van Geld en Bald 4 jaar geleden.
En dat we toevallig vrouw zijn, dat is denk ik minder belangrijk dan wat je uiteindelijk met elkaar presteert. En hoe je niet alleen met je eigen kantoor bezig bent, maar ook in Woerden zelf maatschappelijk betrokken bezig bent. Ik denk dat dat veel belangrijker nog is. Ik heb nog een mooie bos bloemen voor je, Tamara, alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop dat jullie de 15 september bij zijn. Ik ga begin zo gelijk informeren. En wij zijn er de 15e absoluut bij. We kunnen er nu niet meer onderuit. Op naar de laatste genomineerde. Want ook in druilerig weer brengt de keuringsdienst van Paros graag zonnig nieuws. En wie anders kan de derde genomineerde zijn dan John de Goey? Hallo, ik ben op zoek naar John de Goey. De Goedlachtse ondernemer heeft binnen korte tijd een enorm kaasdistributiecentrum uit de grond doen reizen. En heeft hiermee zijn nominatie in de wacht gesleept. Goedemiddag John, de keuringsdienst van Paros op bezoek. Ik kom je feliciteren dat je genomineerd bent voor de Gouden Parel 2015-2016. Kijk, dat is hartstikke leuk. Ja, ik kom niet bij je solliciteren in mijn witte jas, John. Maar hij staat hier wel heel erg goed. Mooi, dus hè? Dat is, misschien sta jij volgend jaar wel tussen dit rijtje. Ja, nou wie weet. Dat is een illuster rijtje. Ja. En dat zal een grote eer zijn om daar een plekje in te vergaren. En voor de keuringsdienst van Paros gaan natuurlijk alle deuren open. Hey John, 3 weken geleden vroeg ik jou wie er genomineerd zou moeten worden. En nu ben jij genomineerd. Is dit voor jou het vlaggetje op de kaas? Nou, ik ben uitermate door verrast, jongen. Ik vind het ontzettend leuk dat wij hier voor een aanmerking komen. En ik hoop dat wij daar de eerste prijs voor gaan behalen. Vergeet dit mooie bord niet boven je bed te hangen. En ik ga ervan uit dat je erbij bent, hè, 15 september. Ik zal er zeker bij zijn, jongen. En ik zal dit een heel mooi plaatsje geven. Mochten jullie willen stemmen, dan kan dat. Goedemiddag, Jorin Jamaat. Ja, klopt. De 3 genomineerden zijn nu bekend. En zoals je ziet kan je inderdaad stemmen. Ja, waar dat kan. Je kunt naar onze website gaan. woerden.ondername.nl. Daar kan je je stem uitbrengen. En hier vind je dan ook gelijk wat meer informatie over de genomineerden. Ja, die uitreiking is op 15 september bij autobedrijf Norbert Driessen op de Ampèreweg. Begint om 7 uur. En wat toch even belangrijk is om te vertellen, je kan je stem aanleveren tot 1 september op onze website. Vergeet niet op tijd je stem aan te leveren, want de meeste stemmen gelden. Oké, tot de 15e. Hoi hoi.